die diepe, daadwerkelijk financiële corruptie, maar ook gewoon de totale morele corruptie. Ik denk niet dat me dat echt heeft geschokkeerd. En de totale gebrek aan reflectie, zowel aan zeg maar de patriarchen, doen, als, ja, hun, als hun erfgenamen. Nogmaals, ik begrijp de politieke keuze van de Amerikanen, van de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog, om met de opkomst van de Koude Oorlog en de uitbreidende macht van de Sovjet-Unie om West-Duitsland weer herop te bouwen op als een buffer, als een motor, ja, van Europa en ook als een sterke democratische staat. Waar het fout is gegaan, is door de denazificatieprocessen waar miljoenen Duitsers doorheen moesten om die terug te geven aan West-Duitse autoriteiten. En dat daarin en daar ook geen overzicht. Die hadden in internationale hand moeten blijven. Nou ja, die had de geallieerde toezicht moeten houden. Mm-hmm. Want dan had denazificatie plaatsgevonden, ja, in Duitsland. Denazificatie is een mythe. Althans, de nauwelijkste denazificatie is een mythe. Die heeft niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook niet in de juridische wereld, in de academische wereld, in het onderwijs, medisch, heeft nooit plaatsgevonden. Er was een continuering van macht en geld van Nazi-Duitsland naar West-Duitsland. Ja. En die 5 jaar vacuüm tussen 1945 en 1950, waarin West-Duitsland bezet was. Dat was de goede mogelijkheid geweest om dat te doen. En daarmee is ook natuurlijk het grote zwijgen begonnen. En ook, en dat duurt op de dag van vandaag voor, althans in het bedrijfsleven, is dat het Duitse bedrijfsleven gewoon nooit enige morele verantwoordelijkheid voor de misdaden hebben genomen, voor hun bijdrage aan de misdaden van het Derde Rijk. Maar waren die mensen die je beschrijft, je kent het tegenwoordig ook wel, hele handige kapitalisten. Ja. Die kiels lijken ook wel een beetje op elkaar. Ja, totaal. Absoluut. En kennelijk is geld de macht, de maat en der dingen. Hè, en hetgeen ze echt nastreven. Ja. Dus zijn die mensen nou nodig geweest, persoonlijk, vroeg ik me toen af toen ik dit las, om die wederopbouw voor elkaar te krijgen? Of hadden ze dat soort klootzakken, het spijt me het woord, maar het is echt wel op zijn plaats. Hè? Ja. En dat is nog een vriendelijk woord eigenlijk. Ja. Niet gewoon die eruit kunnen halen en die bedrijven kunnen voortzetten. Of zijn dat soort of mensen dat ze dan toch zo belangrijk in zo'n Duitse economie geweest dat je niet zonder ze kon? Ja, er was wel, en dat merkte je heel erg in naoorlogs West-Duitsland, er was een enorme concentratie van vermogen bij bijvoorbeeld de Quants en de Flicks. Die bestuurden samen, samen met Deutsche Bank, hè, de centrale macht van Deutsche Bank erin, ongelooflijk. Die bestuurde gewoon tussen 1945 en 1950 en 1990 gewoon de West-Duitse economie. Alle Joodse industriëlen waren eruit. Hè? Ja, maar de, eigenlijk is dat een van de dingen die ik geleerd heb, is dat er waren niet zo heel veel Joodse industriëlen bijvoorbeeld, ook al niet voor, niet voor 1933. Komen er wel maar een aantal relatief, voor. Zeker. Ja. Maar vooral bankiers. Ja. En, maar het was echt, je merkte bij Flik en Quant en zeker hoe ze daarna met elkaar gingen samenwerken, dat was enorm geconcentreerd. En het enige bedrijf wat opgebroken is IG Farben. En daar is BASF uitgekomen, BASF uitgekomen. Ja. Nog steeds een van de grootste chemieconcerns ter wereld. Bayer, nog steeds een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. En Hoechst, dat was ook zo'n groot industrieel. Ja. Chemisch complex. Precies. Ja. Dus dat was de enige waar de geallieerden zeiden, dekartelisering noemden ze dat. Deze wordt opgebroken. Voor de rest bleven alle concernen, nogmaals, in West-Duitsland bleven gewoon allemaal intact. En daar is het grote zwijgen toen ook natuurlijk over de misdaden begonnen eigenlijk. Ja. Het ging Duitsland weer voor de wind. Van de Amerikanen kwam het ook goed uit om een sterke bondgenoot te hebben. Dat heeft Konrad Adenauer, de toenmalige kanselier, vond het enorm handig. Ook Duitsland weer in NATO, in NAVO gekregen. En ook ze weer de Wehrmacht die al in 1955, pardon, de Bundeswehr die weer in 1955 West-Duitsland kreeg, weer een leger.
Ja, en, veel oud-generaals. Precies. Nou ja, precies. Ja, ja, dat ook, precies. Ja. Daar was ook die continuering natuurlijk. Ja. Wat vond je nou zelf het meest schokkende of onthullende wat je hierin tegenkwam? Of was het eigenlijk zo dat je van tevoren eigenlijk wel wist, want het, dat het zo relevant is voor nu? En nou dat ja, het... dat hoopte ik. Ik bedoel, ja. Ik wist niet wat eruit zou komen. Maar ik denk dat ik er vrij naïef ben ingegaan. Ik denk dat ik het wel... Er zijn twee dingen die me het meest gechoqueerd hebben. Is hoe diep hun collaboratie ging. Hè? Op elk front waar de families of de bedrijven konden verdienen, konden profiteren van... het leed van anderen, dan wel door roof, dan wel door dwang- en slavenarbeid, dan wel door massale wapenproductie. Daar werd geen seconde over getwijfeld. Het was meer ook iedereen. Ze vochten elkaar de tent uit wie de beste deal kon krijgen, als het ware. Omdat er was enorme concurrentie. Wie de meeste concentratie kan gevangen. Nou ja, dat ook. Precies, dat ook. Door deals met de SS. Maar ook hoe goedkoop ze een geroofd bedrijf konden overnemen. En er werd ook enorm Friedrich Flick, die oude meesters, aan Göring schenkt om in zijn goede boekje te komen. En August von Finck, die ook... als verjaardagsgeschenk tienduizenden Reichsmark overmaakt. En ze wilden allemaal. Het was gewoon een soort van die diepe, daadwerkelijk financiële corruptie, maar ook gewoon de totale morele corruptie. Ik denk dat me dat echt heeft geschokkeerd. En dat is heel dicht eraan gelieerd, is het totale gebrek aan reflectie, zowel aan de patriarchen, als hun erfgenamen. Hun kleine en achterkleinkinderen. Precies. Hun kinderen en kleinkinderen. Ja. Zo dichtbij zijn we nog.